Joseph Fouché. Een hoorspel in 12 delen naar historische gegevens, geschreven door Johan de Sla. Eerste deel. Laat je chef nu maar, Georgesje. Hij kan toch niet met ons meespelen. We kunnen het toch proberen. Hij staat altijd maar aan de kant. Joseph, Joseph, wil je met ons mee? Nee, ik durf niet. Ik ben pas ziek geweest. Hij durft niet. Joseph de Bange. Joseph de Bange. Joseph de Bange. Joseph Fouché, u zit weer te slapen in de klas. En uw werk is ook niet af. 10 stokslagen en voor de rest van de dag in het hok. En waar is de jongen nu? In het achterhuis. Hij heeft veel pijn van de stokslagen die hij weer eens gekregen heeft. Het is hopeloos. Als u nu maar mee wilde naar boord, dan leerde hij een vak en het spaart de man uit. Aan wal zijn toch alle baantjes voor de kinderen van de rijken en de adel. Hij is toch veel te jong om te varen, François. Ik was jonger dan hij toen ik als scheepsvloeren boende. Ga nog eens praten met meneer pastoor. Misschien is er nu een plaats in het klooster. Dan moet hij naar Arras en zijn we hem kwijt. Hier in Nantes is geen plaats. In hemelsnaam dan maar, want zo gaat het niet langer. Ga eerst even praten met de jongen. Geef me de kaars maar mee. Joseph? Ja, papa. Ga in je hok, beest. Vart. Was het weer mis op school, jongen? Ja, papa. Ik kon mijn werk niet afkrijgen. Waarom niet? Ik weet niks van zee en rivier. Met cijfer en rekenen gaat het veel beter. Zal ik nog eens gaan praten met meneer pastoor? Voor het klooster. Goed, papa. Ik vind meneer pastoor een aardige man. Maar waarom ben ik niet als de andere jongens? Dat mag je niet vragen, jongen. Nee, papa. Blijf er maar rustig liggen. Ik stuur moeder naar je toe. Dag, jong. Dag, papa. En? Het kind wordt mensenschuw, maar het is niet goed. Ik hoop dat ik nu succes heb bij meneer pastoor. Zo kan het niet langer. Tot straks. Tot straks. Heer, wees genadig voor mijn kind. Geeft u me nu eens eindelijk antwoord, broeder Joseph. Met zwijgen lost u geen probleem op. U bent nu bijna 30 jaar en u heeft het hoogste bereik wat mogelijk is. Leraar in de zielkunde, de mathematica en de fysica en onderwijsinspecteur voor het departement Arras. Maar nog steeds weigert u de gelofte af te leggen. Heeft u over mijn werk te klagen, heer waarde vader? Zeker niet, integendeel. Maar met uw gaven ligt de weg naar een hogere positie open. Maar zonder gelofte kan ik u niet voordragen. Waarom weigert u toch de gelofte? Het lijkt mij nutteloos hier opnieuw over te reden twisten. U weet dat ik het nog steeds niet met mezelf eens ben. Ik vrees, mijn zoon, dat u het nooit met uzelf eens zult worden. Dat u zich nooit aan welke orde ook zult binden. Ik vraag u nogmaals, mijn zoon, wat zijn de oorzaken dat u de gelofte weigert? Als steeds, zwijgen. Goed, dan zal ik mij hierover definitief beraden. Gaat u terug naar uzelf.
Bernardus, een ogenblikje. Was u nog in de stad de laatste dagen? Jazeker. Is er al iets bekend? Och, er is veel drukte. Overal spreekt men over de nieuwe mensenrechten. Iedereen is er vol van. Wij leven op een vulkaan, broeder Bernardus. Ja. Ja. De derde stand is in opkomst. En de oude privileges wankelen. De kerk verliest haar greep op de grote massa. Als wij niet een toom houden, klopt de revolutie aan de poort. En broeder Letantius zou ze betreuren. U doet mij schrikken, broeder Joseph. Zeker zou ik dat betreuren. Toch is er niet aan te ontkomen. Want aan de rechten van de mens en de afschaffing van de slavernij kan ook de kerk niet voorbij gaan. Mogelijk, maar er zijn voor ons nog geen richtlijnen vastgesteld. Die moeten we zelf bepalen. In Rome loopt men altijd achter de feiten aan. Dit is ketterij. Het is al erg genoeg dat wij zulke zaken bespreken in ons klooster. Dat bewijst dat er niet aan te ontkomen is. Voor u ligt dat eenvoudiger dan voor ons. U drukt de gelofte niet. Opgepast, daarop komt. En de gelofte zal mij ook niet drukken. Ik kan niet toestaan dat binnen onze muren door uw stelling wordt genomen. En deze keer was broeder Joseph duidelijk te verstaan. Ik vraag excuus, eerwaarde vader. Maar de gebeurtenissen buiten het klooster kunnen ons toch niet onberoerd laten. Wij weten niet hoe we onze houding moeten bepalen tegenover de mensen met wie wij dagelijks in aanraking komen. Uw houding wordt bepaald door Rome. We doen naar uw cellen gaan en daarmee wachten. U weigert naar uw cel te gaan, broeder Joseph? Wel, laat ik u dan zeggen dat wij geen standpunt hebben te bepalen, zolang wij... Maar de wereld buiten uw klooster heeft al een standpunt bepaald. Mijn klooster? Dus niet het uwe? Dat is dus de reden van uw weigering. U wenst zich niet te onderwerpen aan Rome. Ik voel mij verplicht u ter penitentie over te plaatsen aan Nantes. Misschien dat de herinneringen aan uw geboorteplaats u tot andere gedachten zullen brengen. Ik zal Nantes van mijn besluit in kennis stellen. Stilte! Stilte, vrienden! Stilte! Lazare Carnot draagt het slot voor van zijn ode aan onze Rotary-club. Op de tafel, Lazare. Beste vrienden. Nee, niet kletsen, geef ons het slot van uw vers. Een ogenblik, Maximilian. Wel, hier is het. Wij zijn hier allen bij elkaar. En leven doen wij het ganse jaar. Wij eten en wij vrijen gelijk de bijen. Wij drinken onze goede wijn. En willen immer vrolijk zijn. Wat dat nou zo? Bravo, bravo. Dit gedicht is bijna net zo goed als mijn redenvoering van gisteravond. Parbleu, van de moutarde. Heeft u onze priester niet gezien vandaag? Nee, de eerwaarde is niet hier geweest, monsieur de Robespierre. Wat donderse kerel. Ik begrijp niet wat u in die vent ziet met zijn valse grijns. Als u hem niet zo haatte, Carnot, zag u wel zo'n groot karakter achter die glimlach. Hij heeft geen glimlach en iemand die in gezelschap altijd zwijgt, heeft geen karakter. Maar ja, u bent verliefd en dan is alles lelieblank. Daar heeft Carnot gelijk in. Maar Fouché zwijgt niet, Lazare. Hij luistert naar ons aardse stervelingen. Dat is trouwens zijn taak. Aha, daar is onze priester zowaar nog. Oh, lieve Joseph, u bent dus toch nog gekomen. Ik heb u verdedigd, want Carnot bekende zojuist dat u niet graag mag. Kom bij ons zitten. Ik haat gluiperts. Het komt meer voor dat men mij niet mag. U beweert daarmee dat ik niet de enige ben die... Als er iets te beweren is, laat ik dat graag aan anderen over. Dat is mij bekend. Bonsoir, mijn avond is bedorven. Laat hem maar zwetsen, Joseph. En vertel ons waarom u zo laat bent. Ik ben gestraft en overgeplaatst naar Nantes. Gestraft? Dan zullen we u hier niet meer zien? Toch wel. En ik ga niet naar Nantes. Kom dan bij ons wonen, Joseph. En laten we ons verloven. Natuurlijk, doe dat. U bent van harte welkom. Dat zal ik graag doen, want ik ga niet terug naar het klooster. Dan kan ons huwelijk doorgaan. Oh, Joseph, dank u. Daar drinken we een glas op. Moutarde. Een hele fles. Ik tracteer. U vergeet dat ik geen alcohol gebruik. Maak voor deze ene keer een uitzondering. Nee, een glas bronwater voor mij, moutarde. Maar toe, Joseph, voor één keer. Voor Maximilien is het ook een bijzondere dag. Hoezo? Eén fles en een bronwater voor de eerwaarde. Hij is gekozen als afgevaardigde van Arana de Generale Staten in Parijs. Wat zegt u daarvan? Wel, Joseph...
Wat zegt u daarvan? U gaat daar zeker de derde stand verheerlijken. Meer dan dat. Ik zal een stem hebben bij het samenstellen van de grondwet. Bij de afschaffing van de slavernij en de kinderarbeid. Hij is zo gelukkig, Joseph. Hij kan beter voorzichtig zijn. Voorzichtig? Grote tijden varen grote daden, Joseph. Ja, ja. En nu u in de familie komt, durf ik u een gunst te vragen. Ga uw gang. Weet u, Joseph, als advocaat verlies ik meer aan de armen dan ik aan de rijken verdien. En dat merk ik aan mijn geldtas. Hoeveel heeft u nodig? Ziet u wel, Maximilian. Ik wist dat Joseph u zou willen helpen. Voor zover als mogelijk. Mijn salaris gaat naar het klooster en de vergoeding die ik krijg is maar klein. Hoeveel? Ik moet me een nieuw pak laten snijden. Ik moet de koets naar Parijs betalen. 15 louis d'or is voldoende. U zult ze hebben. Joseph. Joseph, ik zal u eeuwig dankbaar zijn. En ik ga vanavond nog naar de snijder. Durft u alleen over straat, Charlotte? Ik heb een cavalier in soutane die me graag zal willen begeleiden. De gelukkige kerel. Moutarde, hoeveel ben ik u schuldig? Dat worden dan 6 francs en 30 centimes, monsieur de Robespierre. Kijk eens hier. Veel geluk voor de toekomst, vader Moutarde. Tot ziens, Joseph. En wees lief voor mijn zuster. En veel geluk voor u, monsieur de Robespierre. Ik ben u zo dankbaar, Joseph. Maximilian stelt zich zoveel voor van zijn werk in de generale staat. Zullen we gaan? Nee, ik ga niet met u mee. Ik ga naar Nantes. Joseph! Mademoiselle! Oh, mijn God. En als u niet uw plaats weet te kiezen, dan zal de revolutie u overspoelen en dat betekent dan uw einde. In Arras heeft men mij de mond willen snoeren. Maar hier in Nantes laat ik mij niet langer opsluiten in een cel. Niet zo luid, broeder Joseph. Wij zijn al in overtreding omdat wij de dienst niet volgen. Hier in Nantes gaan wij voorzichtig te werk. Voorzichtig? Grote tijden vragen grote daden, Theophilus. Broeder Joseph heeft gelijk. Rome weifelt te lang. Precies. Rome is ver weg. En daarom beseft men niet uit welke hoek hier de wind waait. Ik wel. En dat is de reden waarom men mij hier in Nantes gekozen heeft als voorzitter van de Vrienden van de Nieuwe Grondwet. En terecht. Men had geen betere kunnen kiezen. In Arras heb ik een fout gemaakt. Die mij hier in Nantes geen tweede keer zal overkomen. Wat voor fout? Daar kwam ik te laat. Was een ander mij voor. Wie was dat? De Robespierre. Maar zo iemand is voor Nantes veel te radicaal. Dat is juist. Hier in Nantes heerst een koopmansgeest. En het radicalisme jaagt men de burgerij enkel maar tegen zich in het harnas. Uw avances bij de dochter van de schatrijke Jaimar geven het bewijs van een helder inzicht. En u heeft nog succes ook. Ja, in alle opzichten. Want het zal wel tot een huwelijk komen. En dat is een oplossing voor Jaimar. Hij krijgt zijn dochter anders nooit aan de man. Zij is te lelijk. Met schoonheid wint men geen revolutie. En als ik u goed begrijp, is dat uw bedoeling. Wat zegt u ervan, broeder Alfeus? Ja, u staat er maar. Of heeft u geen oordeel? Zeker heb ik een oordeel. Maar ik kan broeder Joseph niet goed volgen. In de openbaarheid pleegt hij zeer gematigd te zijn. Maar in kleine kring zou men mede de meest radicale revolutionair voor zich te zien. Dat is huichelachtig. Men kan niet binnen het klooster God dienen en daarbuiten alles doen wat God verboden heeft. Ik vraag mij af wat de prior hiervan zegt. Als hij dit alles hoort. Wanneer u dit zo belangrijk vindt, haal hem dan hier. Dat wil ik zeker doen. Maar ik hoop voor u dat hij weigert. Ik vrees dat u nu te ver bent gegaan, broeder Joseph. Dit wordt een penibele situatie. Ik zou niet graag in uw plaats zijn, want u zult zich moeten rechtvaardigen. Ik zal mij in het geheel niet rechtvaardigen. Alweer broeder Joseph die moeilijkheden veroorzaakt. Het was mij lief geweest als men u in Arras had gehouden. Sinds u hier bent, hebben wij niets dan dispuut over zaken die ons geestelijk werk niet raken. Door uw voortdurend gevloed heeft u in ons klooster een sfeer geschapen die de onze niet is. Ik duld dit niet langer. Hier en nu zult u ons duidelijk maken wat uw bedoelingen zijn, anders zie ik mij genoodzaakt u bij de bisschop voor te dragen ter penitentie. Dat zal niet nodig zijn. Ik geef u mijn soutane terug en verzoek u mij niet langer te beschouwen als lid van uw orde. Wat? Wilt u? Wilt u dit herhalen? Broeder Joseph. Ik wens volledige secularisatie.
verzoek stilte! Het is mij een eer u de uitslag van de stemming bekend te maken. De afgevaardigden uit het departement Loire Inférieur in vergadering bijeen op 11 maart 1792 ten Hal heeft als haar gedeputeerde bij de Nationale Vergadering te Parijs verkozen mijn schoonzoon Joseph Fouché. Hoe was de stemmenverhouding? Het is mij een vreugde u te kunnen meedelen dat mijn schoonzoon met algemene stemmen is gekozen. Ik zelf heb mijn schoonzoon als kandidaat voorgedragen. En ik dank u voor het vertrouwen dat u mij heeft gesteld. Het woord is aan de geachte afgevaardigde. Beste vrienden. Aangezien ik zo spoedig mogelijk naar Parijs wens te vertrekken, zal ik het kort maken. Ik ben overweldigd. Maar tegelijkertijd voel ik een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders drukken. Ik verzeker u echter op mijn woord van eer dat uw belangen in mij een vurig verdediger zullen hebben. Ik kan u zeggen dat eenmaal in Parijs ik het als mijn eerste taak zie de terreur der Jacobijnen te stuiten en te voorkomen dat ons prachtige land te gronde gaat. Vive le roi! Vive la France! 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 Het is hier een volslagen duisternis met die ene kaarsvlam. Dan zet ik er nog een blaker bij. Zo goed, Condorcet? Dat is in ieder geval beter. Ik begrijp niet hoe een mens zo kan wonen, Fouché. U kunt dat waarschijnlijk niet, maar ik wel. Ik stel het zeer op prijs dat u bij mij wilt napraten over de vergadering van vandaag en ik hoop dat u genoegen kunt nemen met deze eenvoudige maaltijd. Het is wel een zeer eenvoudige maaltijd. Brood, kaas en bronwater. In het klooster was ik niet anders gewend. Dan bezorgt dat miserabele versoberingsvoorstel van Robespierre ter ondersteuning van het leger u geen problemen. U meer dan mij, neem ik aan, Vergniaud. Adel, water en brood gaan moeilijk samen. Hoe lang was het nu geleden dat u de soutane aflegde, Fouché? Sinds de gevangenneming van de koning. 5 maanden geleden dus. We leven snel. We hebben in die tijd uw stem in de vergadering niet veel gehoord. Ik hou niet van dat geschreeuw om elkaar een vlieg af te vangen. Het werk in de commissies is belangrijker. Zo denken mijn kiezers er ook over. Ik verdedig hun belangen blijkbaar goed. Nou ja, verdedigen is wel veel gezegd als men zwijgt. Men behoeft niet altijd te schreeuwen om belangen te verdedigen. Dan ben ik wel nieuwsgierig hoe u dat tegenover Robespierre wilt volhouden. Hoezo tegenover Robespierre? Omdat ik vernomen heb dat zijn oude vriend in het geheel niet over hem tevreden is. Hij is woedend dat u beneden bij ons bent gaan zitten in plaats van boven bij hem op de berg. En blijkbaar heeft u mooi het geld geleend en van verraders wil hij geen geld in de zak houden. Monsieur de Robespierre vergeet dat de nieuwe grondwet vrije mensen van ons heeft gemaakt. Daar zit de bende van Santerre. Natuurlijk loopt hij weer aan het hoofd van de troep. Wat
monsterlijk grote kerel, die bierbrouwer. Zo te horen vrees ik dat het morgen bij de stemming moeilijk zal worden om de koning te redden. Santerre op straat, Robespierre en Saint-Just op het spreekgestoelte. En de massa die zijn hoofd eist. Ik vrees ook dat intimidatie voor veel afgevaardigden te groot zal zijn. En toch mag het morgen zover niet komen, burgers. Kost wat kost, moeten wij het hoofd van de koning redden. Mijn kiezers althans eisen dat van mij. Ik zie het somber in. Het was beter geweest als uw voorstel om bij de geheime stemming over het lot van Lodewijk te beslissen was aangenomen. Helaas kreeg Robespierre zijn zin. Die klokken zullen voorlopig niet zwijgen. De democratie heeft gisteren ten gunste van meneer Robespierre gewerkt, maar de vergadering bestaat niet enkel uit Jacobijnen. Er zitten ook nog verstandige mensen. Het is nu wat rustiger op straat. Zullen wij afscheid nemen? Dank voor de maaltijd, Fouché. Ja, maar zorg de volgende keer voor een goed glas wijn. Als er een volgende keer zal zijn, wil ik u daar zeker mee gegeven. Slaap wel. Ik ga direct te bed. Het zal morgen een zware dag worden. Het is hier aardig donker. Ogenblik, ik zal u bijlichten. Wel thuis. En laat ons vertrouwen op God. Oh. Ik vertrouw liever op mezelf. Lijst van Robespierre. Laat u morgen niet intimideren. Denk aan het lot van de koning. Maar dat is toch... Ik kan verder niets zeggen. Wees voorzichtig. Uw verrader slaapt niet. Van mij weet u niets. Goeienacht. Wie is daar nog zo laat? Burger Fouché. Maak open. Snel. Wat betekent dit in hemelsnaam? U staat op de arrestantenlijst van Robespierre. Laat u bij de stemming morgen niet intimideren. Denk aan het lot van de koning. Grote God. Ik kan verder niet zeggen. Wees voorzichtig. Uw verrader slaapt niet. Van mij weet u niets. Tijdens de stemming over de strafmaat van de gedetineerde Louis Capet is de derde tussentijdse stemmenverhouding als volgt. Bij een stemmenverhouding van 372 voor en 372 tegen staken de stemmen. Ik breng de vergadering in herinnering dat sinds de conventie van 1789 een eenvoudige meerderheid in stemmental benodigd is om een besluit der vergadering tot wet te bekrachtigen. De stemming wordt voortgezet. Hébert. Danton. Condorcet. Leven. Fouché. Dood. Robespierre. Dood. Fouché. U bent een koning voor het land. De stemming is ten einde. Uitgebracht zijn 750 geldige stemmen. De stemmenverhouding is... Tegen de dood 374 afgevaardigden. Voor de dood stemden 376 afgevaardigden. Hiermee heeft de Nationale Vergadering bijeen op 16 januari 1793 Louis Capet ter dood veroordeeld
en gaat over tot punt 2 van de agenda, verplicht onderwijs voor alle kinderen. Het woord is aan de afgevaardigde van het departement ARA, burger Robespierre. Stilte! Het woord is aan Robespierre. Ik zie van het woord af. Dan wordt de vergadering voor 20 minuten geschorst. Donoe, wat is dit verschrikkelijk? Nog gisteravond bezoer hij Vergniaud en mij alles in het werk te stellen om de koning te redden. En nu dit. Ontzettend. Die man schudt zijn overtuiging af als een slang zijn huid. Hij heeft geen overtuiging. Het is een opportunist en een schurk van het laagste allooi. Het meest tragische is dat zijn stem doorslaggevend was. Ja. Alleen Robespierre had de stemmenverhouding kunnen wijzigen. Die stemde na hem als laatste. Misschien kan u nu weer vriendschap sluiten met Robespierre. Oh, dat gebeurt nooit. Maximilien is onze felste tegenstander. Maar naar zo'n schurk zal hij geen hand meer uitsteken. Ik ben benieuwd hoe zijn kiezers in Nantes hierover zullen denken, want die zijn koningsgezind. De hemel mag weten wat hier allemaal de gevolgen van zullen zijn. De gewone gang van zaken. Er is niets meer aan te veranderen. Vanmiddag gaat de koning naar de conciergerie. En over 5 dagen wordt hij terechtgesteld. Kom, laten we terug naar binnen gaan. Dwaasheid, Maximilien. Ik ben blij dat hij eindelijk heeft ingezien waar zijn plaats is. Raders kiezen altijd hun plaats waar de macht van het moment ligt. En Hébert dan? Is dat geen verraaier? Die heeft toch ook voor de dood van de koning gestemd? Hébert is een groot man die zijn deel aan de burgerlijke revolutie heeft bijgedragen. Dat hij op dit ogenblik de totale revolutie afwijst, zal ik hem niet kwalijk nemen. En zo iemand kan met pijn in het hart tot ander inzicht komen. Maar dat geldt niet voor Fouché. Wat is zijn aandeel geweest in de revolutie? Niet heel. Hij is een profiteur. Een vulgaire opportunist die onze macht ziet groeien en zich op deze manier probeert veilig te stellen. Ik ken hem beter dan wie ook. En ik zal hem niet sparen. Dwaasheid, Maximilien. Wat geldt voor Hébert geldt ook voor Fouché. Laat mij nog maar eens met hem praten en geef elkaar de hand. Vergeet die 15 louis d'or. Moet ik mijn zuster misschien ook vergeten? Puritein, een mislukte liefde, daar moet je toch niet zo zwaar aan tillen. Stel je voor, wat moet ik dan wel? Daarbij, we kunnen Fouché in onze rijen best gebruiken. Nooit. Met deze man halen we de verrotting binnen. Hij heeft ons vanmorgen een staaltje van zijn politiek voorgeschoteld, waar ik me met hand en tand tegen zal verzetten. Ik begrijp u niet, Maximilien. Natuurlijk niet, omdat u te eerlijk bent. Nu ben ik immers de koningsmoordenaar, niet hij. U koningsmoordenaar. Gebruik toch eindelijk uw verstand. De koning is met 1 stemverschil veroordeeld. En die stem was de mijne. Ik bracht als laatste mijn stem uit. De kerel heeft geniaal zitten rekenen en cijferen. Na zijn stem had ik de koning kunnen redden door tegen zijn dood te stemmen. Maar dat kan toch niemand van mij verlangen? Diable, u heeft gelijk. Eindelijk dringt het dan tot u door. Ik ken hem. Als een kameleon verandert hij van kleur. Al nagelang daar waar het gevaar vandaan komt. En ik kruip weg in zijn donkere hol. Nou, laten we hem dan in zijn hol gaan opzoeken en hem de mantel uitvegen. Oh nee. Oh nee, hij is niet thuis. Waar hij is mag de hemel weten, maar hij is niet thuis. Vroeg of laat moet hij weer in de vergadering verschijnen. En dan zal ik er zijn. Daar kan monsieur Fouché staat op maken. Nou, dat kan gezellig worden. En ik verheug me er bij voorbaat al op. Hela, een koets met 2 paarden. Snel. Ik heb geen paarden meer. Het leger gapt alles. Oh, pardon, burger Fouché. Ik zag uw scherp niet. Ik heb de moniteur gelezen, burger. U heeft gisteren voor de dood van de dikke Capet gestemd. Bravo! Over 5 dagen gaat hij onder het mes. Ik weet er alles van. Voor de terechtstelling van Capet moet ik in Nantes zijn. Oh la la, Paris, Nantes in 4 dagen. Dat kan niet, dat is onmogelijk. De postkoets doet er langer over. Allicht. Hoe is uw naam? Cotillon, burger.
Als uw hoofd u lief is, Cotillon, dan brengt u mij op de 21ste desmiddags voor 4 uur in Nantes. Dat is onmogelijk, burger. U kunt zo dikwijls van paarden verwisselen als nodig is. Als die er zijn. Dan vordert u de postpaarden. Die zijn er altijd. Opschieten. En u hebt de brutaliteit om mij met de moniteur in de hand te komen vertellen dat een uur geleden de koning is terechtgesteld en dat u voor zijn dood hebt gestemd? Jazeker, schoonpapa. Het duurt lang eer de moniteur hier is en ik vond het noodzakelijk u dit bericht zelf te komen brengen, voor u het van een ander zou horen. Mijn koetsier heeft een prachtige prestatie geleverd. Naar de hel met uw moniteur en met uw koetsier. Wij zijn hier in Nantes. Hier begrijpt u niets van wat er zich in Parijs afspeelt. Gelooft u mij? Maakt u de kiezers in uw eigen belang goed duidelijk dat het hoofd van de koning de prijs is om de revolutie in halt toe te roepen? Als de koning in leven was gebleven, en dat is het tragische, zou u hier in Nantes geen rustig uur meer hebben gehad. U liegt! Want de koning was een waarborg voor onze veiligheid. Dat betekent dus dat u de daden van uw schoonzoon afwijst. Ik geef u de raad dit niet verder te vertellen, schoonpapa. Want het is gevaarlijk de handelingen van uw deputé in twijfel te trekken. U bent onze afgevaardigde niet meer. Daar zal ik voor zorgen. Nog vanavond roep ik het bestuur van de kiesvereniging bijeen. En daar zult u zich moeten verantwoorden. Niets is mij liever dan dat. Ik ben er zeker van dat de kiezers hun eigen belang zullen inzien. De man van mijn dochter stemt voor de dood van onze koning. Wie had dat ooit kunnen denken? Gezond verstand, schoonpapa, is het enige dat telt. Maar laten we er verder over zwijgen. Vanavond zal ik mijn stem in de nationale vergadering verdedigen. Hoe is dat met mijn dochter in Parijs? En wat zegt zij van uw wandaad? Mathilde maakt het uitstekend. Overigens heeft zij geen belangstelling voor het gekrakeel van politici. Net zo min als ik trouwens. Heeft u geen belangstelling voor de politiek? Wel nee, daar ben ik een veel te groot realist voor. Wat spookt u dan in vredesnaam uit in de nationale vergadering? Kijken. En luisteren. En mijn kans afwachten om ergens nog iets goeds van te maken. Ik ga nu mijn koetsier verzorgen, schoonpapa. Ik zie u vanavond op de vergadering. Gebruikt u hier niet de maaltijd? In uw eigen belang lijkt mij dit beter van niet. Tot straks. Cotillon, wakker worden. Kom, kerel. Ik wens zo spoedig mogelijk te vertrekken. Weer terug naar Parijs? Het is onmogelijk, burger. Zonder rust ben ik dag en nacht doorgereden en ik kan dit niet volhouden. Ach zo, u weigert. Ik weiger niet, maar ik kan niet. Wel, dan ga ik naar de manege van Bédin, hier om de hoek. Zal ik voor u gaan, burger? Het is te donker. Nee, u bent immers te moe. U heeft uw werk uitstekend gedaan, Cotillon. Ik ben tevreden. Gaat u naar Hotel de Gouden Haan, daar aan het eind van de straat. Hier zijn 10 louis d'or en 1 extra voor uw onkosten. U heeft het verdiend. Oh, hartelijk dank, burger. U is al te goed. Ja. Ga maar uitrusten in een goed bed. Verdomme, die vervloekte duisternis. Goedenavond. Ach, gendarme. U komt dat zo roepen. En wie bent u? Nee, maar... Nou zie ik het. Onze afgevaardigde burger Fouché. Een hele eer, burger. Ja, man. Ik ben op weg naar de gendarmerie en naar de manege van burger Bédin. De manege is daar, even verder. De gendarmerie staat voor u. Wat kan ik voor u doen? Daar ergens, in de richting van de Gouden Haan, loopt een kerel. Hij heeft me zojuist overvallen en me 11 louis d'or afhanden gemaakt. Het was te donker om te zien hoe hij eruit zag, maar ik had de indruk dat hij dronken was. Ja, misschien heb ik hem gestoord, is die slaapdronken, maar ik ben mijn geld kwijt. Ik vind hem wel, burger. Gaat u rustig naar de manege en wees voorzichtig. Merci. Bij gelegenheid kom ik het geld wel halen op de gendarmerie. Burger Bédin! Is hier niemand? Ja, wie is daar? Uw deputé, Joseph Fouché. Burger Fouché, wat een eer. Wat is er van uw dienst, burger? Ik heb een bezoek gebracht aan mijn schoonvader, burger Gemard. Ik moet onmiddellijk terug naar Parijs. Heeft u een rijtuig beschikbaar? Ik help ze nog paarden. Die zijn te wisse plaatsen niet te krijgen.
Als u dus de postpaarden vordert, zal het wel gaan. U vordert wat u nodig heeft. Ah, dan zal hij mij ineens in u persoonlijk te rijden. Dan zie ik Parijs tenminste ook eens. Precies samenvattend blijkt de noodzaak te bestaan vertegenwoordigers te benoemen naar de departementen. Wat in Parijs tot wet wordt, dringt te langzaam door in het land en dan dikwijls nog misvormd door koningsgezinden, provinciale ambtenaren en anderen. De vertegenwoordigers zullen de titel voeren van proconsul en volledige vrijheid van handelen hebben. Het belang der revolutie zal hen voor ogen staan en ze zijn enkel verantwoording verschuldigd aan het comité voor openbaar welzijn in hun standplaats. De gekozenen kunnen hun distinctieve en benodigde papieren afhalen morgen de gehele dag op het gemeentehuis bij het algemeen secretariaat. Het is gewenst dit agendapunt af te handelen voor de middagpauze. Ik verzoek hiervoor uw medewerking. Kandidaat 1 voor het departement Lyonnais, standplaats Lyon. Ik, Chalier, Marcel Jacques. Chalier, Marcel Jacques. Kandidaat 2 voor het departement Loire inférieur, standplaats Nantes. Ik, Fouché, Joseph. Fouché, Joseph. Kandidaat 3 voor het departement Artois. Périgourde! Al! Oh! Oh! Is er iets niet in orde, burger? Och, dat niet, maar ik wilde de benen eens even strekken. We hebben geen haast, het is prachtig weer. Zeker voor het eind van januari. Maar houdt u wel de voeten dek om als u uitstijgt. Het is koud. De koets is het warmer dan buiten. Ik schat dat we nog zo'n 2 uur te rijden van Nantes verwijderd zijn. Goed geschat, burger. U heeft deze weg blijkbaar meer gereden. Al enkele malen. Vertelt u me, Périgourde, waarom heeft u de manege van Cotillon overgenomen? U bent een uitstekend koetsier, maar het is niet uw beroep, als ik me niet vergis. Nee, burger, nee. Ik was klerk bij de president, burger Vigneault. Maar het beviel me niet langer. Dan heb ik het dus wel goed gezien. Tijdens het verblijf op de stopplaatsen viel het mij op dat u heel gemakkelijk het woord doet, dan handelt. Onder andere was dat mijn taak. Maar ik had er veel meesters boven me. Ik hou van mijn vrijheid en van paarden. En omdat Cotillon plotseling verdwenen was, nam ik mijn kans waar. Het bevalt me best. Vooral zulke lange ritten als deze met u. En u heeft nooit iets van Cotillon vernomen? Nee, die is met de Noorderzon vertrokken. Hm. U heeft geen last met het leger? Ik bedoel dat uw paarden gevorderd worden? Oh, jawel. Jawel, herhaaldelijk. Maar ze krijgen niet de beste. En ik heb een certificaat kunnen bemachtigen voor een postdienst. Heeft u dat certificaat bij u? Jazeker. Heel knap. Alsjeblieft. Périgourde, ik zou u willen voorstellen bij mij in vaste dienst te komen. Pardon? Als particulier secretaris en als koetsier. Ah. Dat noem ik nog eens geluk hebben. Weg uit Parijs, paarden en in dienst bij een man een nieuwe positie. Verheug u niet te snel, want ik stel hoge eisen. Zoals, burger? Absolute zwijgplicht. Het is voor u gevaarlijk als u daar niet aan voldoet. Ik hou van vlot werken en lang werken. En u moet zich nooit ergens over verwonderen. Als tegenprestatie geef ik u veel vrijheid en een goed salaris. Zwijgplicht had ik bij burger Vergniaud ook. En over mijn vroegere werkring praat ik nooit. Dat vind ik deelwaaiaal. En mij ergens over verwonderen? Dat heb ik grondig afgeleerd. U gaat dus akkoord. Ik hoef er niet eens over na te denken. Uitstekend. Wat bent u van plan te doen met uw koetserij in Parijs? Ik wil onder geen beding dat dit moeilijkheden oplevert. Wel, burger. Die in Nantes kan ik niet aanhouden. Dus is net als Cotillon, Périgourde met de Noorderzon vertrokken. Dan zal een ander zich wel weer over mijn beest ontfermen. Laten we dan maar vertrekken. Zal ik u afzetten bij Hotel de Gouden Haan? U schrijft me aan te kennen. Nee, u brengt mij regelrecht naar het comité voor openbaar welzijn. Waar dat is, weet ik niet. Maar dat vind ik wel. Ik neem dus aan, burgerrechter, dat u mij goed heeft begrepen.
Uw guillotine wordt opgeborgen en het manifest dat ik u zojuist de hand stelde wordt voor de bevolking duidelijk leesbaar, in de hele stad opgehangen en door u naar de letter uitgevoerd. Dat is alles. Als voorzitter van het Comité voor Openbaar Welzijn hoef ik mij door u de wet niet te laten voorschrijven, burger Fouché. Heeft men u in Parijs daar niet van in kennis gesteld? Jawel, we zijn hier niet in Parijs, burger Trouchard, maar in mijn departement. En daar vertegenwoordig ik de wet en ik laat mijn gezag door niemand ondermijnen. Ook niet door u, burger. Oh. Wel, burger Périgourde, laat ons dan maar gaan. Wat ik vragen wilde, burgerrechter. Kent u een zekere Cotillon? Ja, dat is de man die u enkele weken geleden heeft beroofd. Ik zou hem graag een ogenblik spreken. Dat kan niet. Hij is terechtgesteld. Terechtgesteld? Juist, ja. Burger, het moet u als rechter bekend zijn dat in onze nieuwe wetgeving een aangeklaagde het privilege van hoor en wederhoor heeft in verband met zijn verdediging. Natuurlijk. Maar met iemand die een volksvertegenwoordiger overvalt, ken ik geen pardon. Ik neem aan dat de man ontkend heeft. Dat doen alle misdadigers. Dan heeft u uw bevoegdheden overschreden, burger. Het spijt mij, maar daar zal ik Parijs van in kennis moeten stellen. Deze man was onschuldig. Wat? En hij had de 11 louis d'or op zak die hij u ontstolen had. Alsjeblieft, hier zijn ze. U wilde ze bij gelegenheid komen ophalen, is mij gezegd. Dank u. Maar hij had ze mij niet ontstolen, hij had ze gekregen. Burger, de gendarme die hem arresteerde handelde in uw opdracht. Onmogelijk. Ik verzocht uw gendarme deze man naar de Gouden Haan te begeleiden. Uw politie heeft haar macht misbruikt tegenover een dodelijk vermoeid man. Dan laat ik onmiddellijk die gendarme hier komen. Overbodig. Het is het recht van elke burger zich vrij te pleiten. Maar het woord van uw politie staat tegen het woord van uw gedeputeerde. Dit zal in Parijs moeten worden uitgezocht. En afgezien van de rompslomp die dit meebrengt, zal ik uw gendarme niet sparen ten nadele van mijn onschuldige koetsier. Maar hij is gearresteerd op uw bevel. Dat is dan een afschuwelijk misverstand. Daarbij heeft u mij niet opgeroepen mijn koetsier te verdedigen. Dat is onaanvaardbaar en zelfs voor een rechter een strafbaar feit. Een onschuldige ter dood brengen is moord, burger. En wordt met de dood gestraft. Onze republiek heeft godzijdank haar zedelijke normen. Burger Fouché, ik vraag mij af of het verloop van dit alles wel juist is. Ik raad u aan de woorden van uw proconsul niet in twijfel te trekken, burger. Zijn er nog opmerkingen? Nee, burgerconsul. Hoewel mijn geweten mij gebiedt deze zaak aan Parijs te rapporteren, ben ik bereid het gebeurde als een tragisch misverstand te beschouwen en in deze geest uw fout te verdedigen, in het geval deze zaak voor u gevolgen heeft. Dank u. Dan is deze zaak afgedaan. En voor de toekomst vertrouw ik op uw volledige medewerking. Bonjour. Dus Cotillon is op afschuwelijke wijze vermoord, burger. Deze opgeblazen kerel moet zijn plaats weten, Périgourde. In dit departement ben ik de wet. Niet hij. Waarheen, burgerconsul? Naar het klooster. Naar bisschop François Laurent. En voor u ben ik enkel burgerconsul in het openbaar. Dat is een privilege. Dank u, burgerconsul. De proconsul van het departement Loire Inférieure maakt bekend. Het zegevierende leger van de Franse Republiek wint op alle fronten. Het is verboden zich op de openbare weg te bevinden tussen des avonds 6:00 en des morgens 6:00... Zo ook handel te drijven of te bevorderen in welke vorm ook, zonder de daarvoor benodigde vergunningen. Men is verplicht alle metalen zoals goud, zilver, brons, koper, lood, tin, ijzer, etc., in welke vorm of samenstelling ook, deugdelijk verpakt en verzendklaar in te leveren bij de gendarmerie. Dit geldt eveneens voor alle stoffen, verwerkt of aan het stuk, zoals zijde, katoen, linnen, wol, etc. Ontvangstbewijzen zullen worden verstrekt. Alle mannen beneden 50 jaar dienen zich onverwijld te melden bij de gendarmerie, kamer 1. Ter registratie en het in ontvangst nemen van instructies voor vervoer naar Parijs ter dienstneming in het leger. Alle kerkelijke kleding en voorwerpen, alle kerkelijke kleding en voorwerpen waaronder crucifixen, monstransen, missiekelken, zilveren bijbelsloten, etc., dienen onverwijld ingeleverd aan sacristie bij bisschop François Laurent. In onze revolutie is beelden een schandaal.
Daarom is het verboden brood te bakken anders dan van roggemeel. Overige meelsoorten dienen, voorzien van soortnaam en deugdelijk verpakt, verzonden te worden naar Parijs. Vervoermiddelen worden bij decreet door de proconsul gevorderd. Alle schoeisel, huiden en vellen dienen ingeleverd bij bisschop Laurent aan de hoofdingang van de kerk der Heilige Drievuldigheid. Alle inlichtingen zijn te bekomen bij de gendarmerie kamer 2. Het niet nakomen of in gebreke blijven van deze verordeningen of enig deel daarvan zal met de dood worden bestraft. De executies zullen voltrokken worden in het openbaar op de Grote Markt. Leve de Republiek. Leve de Republiek. Leve Frankrijk. Leve de Revolutie. De proconsul voor het departement Loire et Inférieur, Joseph Fouché. Hier geboren, net als ik. Daarom vind ik het een grof schandaal dat hij ons zo behandelt. Hij is uw schoonzoon, burger Zimmer. Maar ik heb er spijt van dat ik ooit op hem gestemd heb. En ik schaam mij voor hem. Hoe dikwijls bent u hier nou al niet geweest, burger? Al een maand lang. Iedere dag en door weer een wind. Een smeekschrift is in orde. Maar hij laat ze eens meewachten. Handelijk. Volgende. Nu is het toch uw beurt, burger. Eindelijk. Doet u een goed woordje voor ons, burger Zimmer? Ja, u kunt er zeker van zijn dat ik mijn woordje zal doen. Ja, ik zal... Uw smeekschrift, alstublieft. Schaamt u zich, Jozef. Uw schoonvader is zo lang te laten wachten. En heeft de man van mijn dochter geen enkel gevoel van eigenwaarde om als proconsul in zo'n armzalig hol te gaan zitten, waar de vel aan de muur hangen, terwijl u een prachtig kantoor is aangeboden. Uw papieren, burger. Die hebt u al. Uw officiële papieren, waaruit blijkt dat u afgevaardigd bent door de burgerij. Het is een schande, zoals u de bevolking terroriseert. Uw papieren, burger. En die eist u van mij, de vader van uw vrouw? Al was u Robespierre zelf. U moet bewijzen dat u bent afgevaardigd. Joseph, luister naar me. Pardon? Luistert u alsjeblieft, burger consul. Wij weten dat men in Parijs de scheiding van kerk en staat doorvoert. Dat men de kerken en kloosters gebruikt als opslagplaatsen en leslokalen. Dat gebeurt hier ook. U bevindt zich in een klooster. Zijn dat al uw klachten? Nee! De burgerij protesteert tegen de bekendmaking die u hebt laten aansmekeren. Zij komen in opstand tegen de beestachtigheid waarmee u tekeer gaat tegen de kerk, waar u zelf aan te danken hebt. U hebt zich behoorlijk gedragen. Laat de burger uitspreken, de regering. Gaat u verder. Wij hier in de hand, wij kunnen ons niet voorstellen dat Parijs u opdracht heeft gegeven ons laten verhongeren en alles wat ons heilig is te laten vertrappen. U zult zeker niet verhongeren, burger. En Parijs maakt hier de dienst niet uit. Ha, dat wil ik dan wel eens uitgemaakt zien. Wij kennen onze rechten, Joseph. Namens de burgerij zal ik een klacht indienen bij het comité voor openbaar welzijn. Geeft u dan mijn groeten aan rechter Couchard. Hij zal u graag ontvangen. Maar bedenk u wel, burger Germain, dat de rechtspraak in mijn departement grondig gewijzigd is. Overigens is bisschop Laurent uiterst tevreden over de medewerking van uw burgerij. Neemt u maar eens een kijkje bij de bedrijvigheid op de markt en let u dan vooral op het Witte Kruis op de straatstenen. Dat is de plaats voor de guillotine, zo u weet. En zolang die plaats leeg is, vertelt u leugens. André. Een brief uit Parijs, burgerconsul. Gebracht door een heilboorde. Merci. Verzorg de koerier goed en laat die zich klaarhouden voor de terugreis. Tot uw orders, burgerconsul. Staat u toe dat mijn audiëntie onderbroken wordt? Ik ben sprakeloos. Des te beter. Uw audiëntie is geëindigd. U kunt gaan. De Rigorde, schrijf een machtiging tot confiscatie van alle roerende en onroerende goederen op naam van Germain Antoine, 5 Rue Vignol. En een arrestatiebevel voor dezelfde Germain. Zal dat adres. Aanklacht verzet tegen de wet. Van. Parijs is volslagen krankzinnig geworden. Pardon? Lyon is in opstand gekomen en proconsul Charrier is door de opstandelingen geguillotineerd. Dat is toch geen reden om krankzinnig te worden? Nee, maar de maatregelen die ze in Parijs tegen Lyon willen nemen zijn wel krankzinnig. De opstand is neergeslagen en nu weet de Nationale Vergadering niets beters te doen dan de stad met de grond gelijk te maken als wraak tegen het verzet van de koningsgezinde. Oelala, dat zijn geen halve maatregelen. Gek. En vernietigt toch niet de grootste industriestad van het hele land. Maar wat heeft u hier in Nantes eigenlijk mee te maken, burger? Niets. Maar de Nationale Vergadering heeft mij aangewezen om die waanzinnige wraakoefening uit te voeren. Ik heb mijn werk hier blijkbaar te goed gedaan.
Ik word naar Parijs teruggeroepen om als voorbeeld gesteld te worden aan alle proconsuls in het land. Caillé wordt mijn opvolger. U kunt toch weigeren, burger? Met uw welnemen, maar voor zulk werk zijn anderen toch beter geschikt dan u. Nee, Périgourde, ik kan niet weigeren. Er wordt voor mij een val gezet waar ik geacht word in te zullen trappen. Want voor die afschuwelijke post ben ik voorgedragen door Robespierre. Terwijl die weet dat ik zulk openlijk geweld verafschuw. Dat begrijp ik, burger Robespierre, niet. Dat pleit voor u. Maar ik trap niet in die val. Idealisten die revolutie maken, vernietigen elkaar. Ik ben geen idealist. Dan kunt u die post in Lyon zeker niet aanvaarden, burger. Maar als ik weiger, ga ik de kalkput in. De kalkput? Zonder enige twijfel zal de Robespierre mijn weigering aangrijpen om mij bij het Comité voor Openbaar Welzijn in Parijs aan te klagen als contra-revolutionair. Dan is die van mij verlost, want de rechter daar is Fouquier Tinville. Dat is een beroepsmoordenaar met wettelijke bevoegdheden. Nee, Périgourde, niet mijn hoofd zal vallen. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, burger Fouché. Maar dit gebrek aan onderling vertrouwen is funest voor de revolutie. Vertrouwen, Périgourde, kan men niet hebben in mensen die macht nastreven. Vertrouwen kan men enkel hebben in eenvoudige mensen. Dat is de reden dat mijn koetsier bij mij in dienst is. Wat moet ik er nou op antwoorden, burger? Niets. Robespierre leidt gelukkig nog altijd in hoge mate aan grenzeloze zelfoverschatting. Want hij vergist zich. Ik ga wel naar Lyon. Luister, Périgourde, het zal daar in Lyon geen feest zijn, want ik zal mijn opdracht letterlijk uitvoeren. En daarmee Robespierre een nederlaag bezorgen die hij nooit meer te boven komt. Als u dus niet bereid bent mee te gaan, dan zal ik u dat niet kwalijk nemen. Laat ons dan nu afscheid nemen. U draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Ik ben mijn verantwoordelijkheid nooit uit de weg gegaan. Nooit. Idealist. Maar ik ben u dankbaar. Ter zake dan. Stuur een brief naar rechter Trouchard, deel hem mee dat zijn comité voor openbaar welzijn de guillotine terugkrijgt. Mijn opvolger moet maar zien hoe hij zijn zaken regelt. De brief uit Parijs vermeldt dat de mislukte toneelspeler Collot d'Herbois aan mij is toegevoegd als medewerker. Deel Parijs mee dat ik hier geen bezwaar tegen heb. Dat ik niet naar Parijs kom, maar regelrecht naar Lyon afreis en mijn intrek zal nemen in het gemeentehuis aan de markt. Dat ik 11 november in Lyon hoop te arriveren en zeggen dat zij de details voor hun heilige strafuitvoering, zoals zij het noemen, daarheen zenden, zodat ik ze kan bestuderen. Stuur de koerier met deze brief onmiddellijk naar Parijs, dat is alles. U denkt dus Lyon binnen te komen zonder geloofsbrieven, burger? Mijn scherp en cocarde zijn mijn geloofsbrieven, Périgourde. Vergeet vooral niet de brief af te sluiten met de traditionele leuze: leve de Republiek, leve Frankrijk, enzovoort, enzovoort. Ik zal het helaas moeten missen dat Robespierre stikt van woede. Ik ga nu mijn vrouw voorbereiden op ons vertrek. Ze went al aan het heen en weer reizen. Ik hoop u straks bij ons te zien voor de maaltijd. Mijn god, wat zal daar aan Lyon gebeuren? Ik moet er niet aan denken. Kijk! Ze gooien de mand met koppen leeg. Nou, kijk dan. Hij schijnt al uit. Hij stoot tegen mijn arm en nu laat ik de steek vallen. Hoeveel koppen zijn er deze keer? Een mand vol. Ik heb er 6 verteld. We zitten lekker dichtbij, hè? Nou, beter dan gisteren. Daar. Daar komt de kar met nieuwe voorraad. Daar staat dat gewengel bij. Welke hij? De burgemeester natuurlijk. Kijk zijn ogen uit, puilen van angst. Net goed. Smerig park, hè? Stil, daar gaat er weer een, joh. Ook weer in de mand. En je steek al opgenomen? Hoe kan dat nou? Ik heb naar die vent zitten kijken. Nou, daar heb je nou tijd om te zoeken tot de volgende. Ik heb al 6 paar sokken af. Voor de jongens aan het front. Kunnen ze weer even voort? Hé, ik heb mijn steek.
Bonjour, Péricourt. Bonjour. Bonjour, burgers. Dit karwei is achter de rug. De kerken zijn leeg en kunnen gesloopt. Ah, daar gaat er alleen. Ik heb in de staart van die ezel, waarmee we de processie voor Charlier hebben gelopen. Het crucifix en de missiekelk hangen nog aan. Wat moet ik daarmee? Hang hem als symbool in de guillotine. Ik denk dat zonder een symbool Lyon toch wel weet wat er gebeurt. Gooi hem daar dan maar neer, in de hoek. Hier is mijn halfverbrande bijbel ook. Die heb ik kunnen redden uit de boekenbrand. Ah. Burger Derbois, u kunt de decreten tekenen. Ze zijn klaar voor de drukker. Leg ze maar op mijn bureau, Péricourt. Wat scheelt er aan, burger Fouché? Een oude kwaal. Een aanval van rheumatiek. En is de rechterkant van mijn lichaam als verlamd. Uw oude kwaal, burger? Sinds wanneer heeft u daar last van? Bij vlagen. Maar deze keer wel hevig. Dan is het langdurig. En pijnlijk zeker. Afschuwelijk. Wilt u dan liever niet gaan rusten? Nee. Werk moet doorgaan. Tekent u de decreten maar. Ik zet wel een kruisje met mijn linkerhand. Zo mag ik het horen. We zullen Parijs laten zien wat werken is. Ik heb met Lyon trouwens nog een appeltje te schillen. Ik ben hier ooit uitgefloten naar een toneelvoorstelling. Dat zal ik ze nu inpeperen. Zo. Zet hier maar uw kruisje, Joseph. Merci. Ik kan zelfs links geen kruis maken. Colo, ik vind dat ons werk veel te traag verloopt. Ja, wat wilt u? Maar één guillotine. En we hebben veel te lang moeten wachten op dat borstbeeld van Charlier uit Parijs. Maar die ceremonie is er nu eindelijk achter de rug. En hij heeft zijn uitwerking op de grote massa niet gemist. Zo'n prachtig gezicht, die massa volk, die brandstapels. Die smerige rijkaards weten niet waar ze het zoeken moeten van angst. Hoeveel executies zijn er voor vandaag op de lijst, Péricourt? 120, burger. Dat is te weinig. Dan zijn we over een half jaar nog niet klaar. Ik zie geen mogelijkheid sneller te werken. Ik wel. Ik heb een idee uitgewerkt en alvast de guillotine laten verplaatsen naar de markt. Dat heb ik gezien. Maar u heeft ook de beul vervangen. De vorige saboteerde. Ik heb Lamartine aangesteld met Prudhomme als helper. Die zijn betrouwbaar. En die andere? Waar is die? Zelf in de kampput. Maar één bijl is voor Lamartine ook niet genoeg. Een executie duurt tenminste 7 minuten. En een beul is ook maar een mens. Dan moet er een tweede guillotine bij komen. Die is er niet en een bijl uit Parijs laten komen kost te veel tijd. Mijn berekening is 200 executies per dag. Dat kan niet. 200 maar 7 minuten is 1400 minuten. En je kunt van Lamartine onmogelijk verlangen dat hij 23 uur per dag doorwerkt. Ah, daar gaat er weer een. Dat is de burgemeester. Kijk, en nu duurt het te lang tussen hem en de volgende. Het kan nu helemaal niet vlugger. Jawel. Zal ik een dokter laten komen? Nee. Die kunnen er ook niets aan doen. Ik zou wel eens willen weten hoe het vlugger kan. Met kanonnen. Kanonnen? Ja. De gevangenissen zijn overvol. Niet tegenstaande wij 3000 onschuldigen hebben vrijgelaten. Er heerst een chaotische toestand en die verhoogt de kans op ontvluchtingen. Er zijn tot nu toe 2 meldingen van vluchtelingen die gepakt zijn en 3 die ontkomen zijn. Voilà. Het is onmogelijk de omgeving rond de stad waterdicht af te grendelen. Er zullen dus meer ontvluchtingen komen. En daar kan een belangrijk persoon bij zijn, wat Parijs niet zo prettig zal vinden. Daarom stel ik voor groepen van 10 gevangenen aan elkaar te ketenen en ze te executeren door kanonnen met gehakt lood. Een geweldig idee. Uw pijnen hebben u niet belet te cijferen, Joseph. Denken doet men niet met zijn armen. Waar stellen we die kanonnen op? Er moet ruimte zijn voor greppels. Op de vlakte van Brateau, aan de oever van de Rhône. Dat is de oplossing. Want we kunnen lijken meteen de rivier in. Precies. En omdat de Engels in Toulon zitten, kunnen ze aan de kadavers zien hoe wij hier in Frankrijk onze zaken regelen. Grandioos. Péricourt, schrijf onmiddellijk een orde voor het arsenaal. 2 kanonnen met kanoniers en een grote voorraad gehakt lood. Ik teken die orde wel, Joseph, dan hoeft u zich niet te forceren. Dat is erg vriendelijk van u, Boyon. Nonsens, dat ze samenwerken goed is, doe ik zoiets met plezier. Maar mijn kruisje krabbel ik er wel op. Zoals u wilt, maar nodig is het niet. Is nu al de 4e vluchteling van wie wij vernemen hoe Fouché zich als een onmens in Lyon gedraagt. Ik ben zelf verantwoordelijk voor zijn benoeming. Maar mijn bedoeling was dat Lyon zou worden gestraft en niet dat haar burgers massaal werden uitgemoord. Fouché heeft zijn opdracht ver overschreden. En ik eis dat die mitrailleur de Lyon voor het comité voor openbaar welzijn wordt gesleept en door burger Fouché d'Anville
ter verantwoording wordt geroepen. Ik eis hierover een uitspraak van de vergadering. Als burger der Bois straks toch in uw plaats aan de terechtstelling van rechter Chantilly gaat, kan hij misschien tegelijkertijd bij de goudsmid langsgaan. Om de aanmaak van de gedenkpenningen te controleren. Met genoegen. Ik zou daar heel dankbaar voor zijn. En let vooral op de beeltenissen. Die moeten duidelijk zijn en er mag beslist niet meer dan 100 exemplaren slaan. Het zijn goede vakken, maar ja, goud is goud en dat is kostbaar. Hoeveel terechtstellingen zijn er tot nu toe geweest, Pericoeren? 20.000 burger hebben we. Dan is het dankzij uw kanonnen snel gegaan, Joseph. Hoe is het nu met uw arm? Uiterst pijnlijk. Maar we zijn gelukkig bijna klaar. Uw medewerking was boven alle lof, Colo. Want met mijn kwaal had ik het alleen nooit kunnen volbrengen. Geen dank, Joseph. We hebben in een prettige sfeer gewerkt en dat is voor mij het belangrijkste. Ik ga nu naar de goudsmid en zie u beiden vanavond bij de maaltijd. En dat is 20.001. Tot vanavond. Het valt mij op, Périgourde, dat er de laatste tijd geen berichten uit Parijs zijn. Inderdaad, burger. De laatste brief is binnengekomen op 10 december. Vraag me af wat de oorzaak is. U denkt aan moeilijkheden in Parijs, burger. Moeilijkheden met Parijs. Neem een brief op en laat hem met een ijlcourier naar Parijs brengen. Dicteert u maar, burger. Lyon, 16 juli 1793, enzovoort. Kameraden, ik voel mij genoodzaakt mijn scherpe afkeuring uit te spreken over de man die u mij hier in Lyon als medewerker meende te moeten toewijzen. Maar burger, dit... Colo Desbois past methode toe waarvan ik walg en waartegen ik mij met alle middelen heb trachten te verzetten, maar waarvan ik hem niet heb kunnen weerhouden. Aangezien ik de gevolgen hiervan niet langer wens te dragen, heb ik besloten Lyon te verlaten. Ik zal ten spoedigste verantwoording afleggen voor de nationale vergadering en Colo Desbois aanklagen wegens massamoord. Leve de Republiek, enzovoort, enzovoort. Moet ik deze brief per orde ondertekenen, burger? Wel, nee. Dat doe ik zelf geen mee. Dat kunt u toch niet met uw pijnlijke arm? Périgourde, u moet zich de voorwaarden herinneren waaronder u bij mij in dienst kwam. Wel. Zwijgplicht, hard werken en... U over niets verwonderen. Mijn arm is genezen. Entree. Burgerconsul, Baron de La Bruyère is door de slagbomen gebroken. We hebben hem herkend. Hoe voor de donder is dat mogelijk? Met een ongelofelijke sprong van zijn paard over de slagboom. We hebben op hem gevuurd, maar hij is ontkomen. Hoe komt die man aan een paard? Goed. Wacht u buiten op de gang voor verdere orders. Jawel, burgerconsul. Périgourde, hoe is het mogelijk dat die man een paard kon bemachtigen? Paarden zijn alleen maar in de stallen van de kazerne of bij de gendarmerie. Juist, ja. Dus moet er verraad in het spel zijn. Schrijf een bevel voor de commandant van het vuurpeloton. Hij zal alle executies onmiddellijk staken. Laat de gendarme dit naar de vlakte van Bordeaux brengen. U zorgt voor een ijlcourier naar Parijs, Périgourde. En u spant de twee snelste paarden voor het zwarte rijtuig. Hij vertrekt onmiddellijk. Laat mijn vrouw zich met het kind klaarhouden. Met 10 minuten is alles in gereedheid, burger. Opschieten! Was in Lyon toch niet zo onkundig van de toestand in Parijs, dat u voor alle zekerheid als een dief in het holst van de nacht via het balkon naar mij toekomt? Ik had mijn twijfels, Barat, want ik ontving geen berichten meer. Twijfels? Kom, Fouché. U weet meer. Waarom sluipt u anders als een misdadiger Parijs binnen? Ik moest ergens naartoe. En dan gaat u niet naar een van uw vrienden, maar komt bij mij, die eerder een vijand is. Zo te zien schijnt u ernstig bevreesd te zijn, Barat. Fouché, ik verzoek u nogmaals mijn woning onmiddellijk te verlaten en dan liefst langs de normale weg. Ik wens mijn hoofd niet te verliezen, omdat ik u onderdak heb verschaft. Wie belet u mij onderdak te verschaffen? Het tribunaal van gerechtigheid. Wat is dat voor fraais? Het nieuwe tribunaal van Robespierre. Ach, is dat weer een nieuwe uitvinding van die puritein om jacht op mensen te maken? De jacht van Robespierre, zoals u dat belieft te noemen, heeft al heel wat levens gekost. Is die bezig de Girondijnen uit te roeien? Girondijnen?
Ik begin nu toch te geloven dat u inderdaad nergens van op de hoogte bent. Dat ben ik ook niet. Ik had mijn twijfels, dat is alles. Akkoord. Uw twijfel heeft u dan de juiste weg gewezen naar mijn huis. Robespierre roeit niet enkel de Girondijnen uit, maar ook zijn eigen vrienden, de Jacobijnen. Dan is hij gek geworden. En verzet zich niemand daartegen. Vanuit de kalkput. Ze zijn allemaal dood, Fouché. Dan zijn jullie hier in Parijs allemaal gek geworden. Wie is Robespierre dan wel? Robespierre is het nieuwe tribunaal. En zijn handlangers zijn Saint-Just en Fouquier-Tinville. Dat is waanzin, Barra. Dat lijkt op dictatuur. Dat is het ook. Robespierre heeft alle portefeuilles in handen. Leger, politie, justitie, alles. Wel, dat betekent dan het einde van de revolutie. En daar bent u de oorzaak van. De Nationale Vergadering heeft Robespierre uw hoofd geëist, wegens uw wandaden in Lyon. Aanvankelijk ging de vergadering met hem mee, maar toen ze hoorden wat zijn plannen waren, heeft men zich tegen hem verzet. Het gevolg was zijn greep naar de macht. Dat is dan van u allen een grote stommiteit, Barra. Want die wandaden waren niet de mijne, maar van Collot d'Herbois. Ach, en u dacht dat Robespierre dat verhaaltje gelooft? Net zo min als wie dan ook. Dat zal hij wel moeten geloven als mijn brief in de vergadering komt waarin ik toezeg verantwoording af te leggen. Dat geeft niet of er een brief van u komt of dat u zelf komt. Het parlement heeft opgehouden te bestaan. Want boven ieders hoofd hangt de bijl. Wel, ik kan me voorstellen dat Robespierre woedend is omdat ik hem te slim af was in zaak Lyon. Maar ik ben niet bang voor hem. Ik ga morgen naar de vergadering. Dan loopt u in de muil van de leeuw. Want u krijgt geen enkele medewerking. Al uw medestanders zijn dood. Wat? Mirabeau, Vergniaud, Donou, Danton, allemaal. Condorcet heeft zich vergiftigd. Nee, Fouché, 1794 is een rampjaar. De enige die hij nog niet heeft vermoord, bent u. En Barra, want u heeft zich blijkbaar ook niet verzet. Ik zou helemaal alleen staan in de vergadering. Is dat een reden om te zwijgen? Er is in het geheel geen oppositie meer, Fouché. Begrijp dat toch? Leve de democratie, lafaard. Geen mens durft nog een mond open te doen. Ik kan misschien mijn nek nog redden. Want ik sta nog niet op de dodenlijst van het tribunaal. Hoe weet u dat? Conscriptielijsten zijn geheim. Ik heb een afschrift van de lijst van deze week. Waar is die lijst? Onder mijn hoofdkussen. Hébert, Chaumet, Babeuf, plaatsvervanger in Nantes Carrier, Fouché. U staat inderdaad er niet op. Barra, welke garantie heeft u dat u niet op de volgende lijst komt? Mij van alle activiteit onthouden. Dat is geen garantie. Als men zich van een tegenstander wil ontdoen, is er altijd een aanleiding. U heeft contacten bij het tribunaal, Barra. Wie is dat? Godsnaam, Fouché, verlaat mijn huis. U brengt mij in gevaar. Wie is het, Barra? Robespierre zelf? Smerige verrader? Nee. Ik kan het u niet zeggen. Als ik ongelijk heb, Barra, wat zullen dan de gevolgen zijn als Robespierre aan de weet komt dat u over zijn lijsten beschikt? Ik heb alleen deze lijst maar. U hoeft niet in paniek te raken. Ik zal u niet aangeven, integendeel. Er doen zich mogelijkheden voor Robespierre de voet dwars te zetten. Fouché, u bent waanzinnig. Denkt u dat hij geen tegenmaatregelen neemt? Nee, want dan geeft hij toe dat er een lek zit in zijn tribunaal. Wie is uw contactman? Wel, dan weet morgen Robespierre wie contacten heeft met zijn tribunaal. Dit is chantage. Ja, maar chantage om levens te redden. U bezorgt mij de lijst van de volgende week en ik waarschuw ieder die erop staat. Ik kan niet garanderen dat ik die lijst krijg. Natuurlijk niet, maar iedereen is te koop als u mij genoeg betaalt. Biedt hem een plaats aan in de nieuwe regering als Robespierre valt. Het is te gevaarlijk, Fouché. Ik wil er niets mee te maken hebben. Gebruik toch uw verstand, Barra. Die gewaarschuwde mannen zullen voor hun leven vechten en van zich afbijten, want de bijl hangt hun boven de nek. Ik blijf vannacht hier en morgen... Nee. Wat? Nee? Die schakel is te zwak. Natuurlijk. Als ze niet van zich afbijten. U is intelligenter dan ik dacht.
Ik ga nu nog de mensen op deze lijst bezoeken. En u bezorgt mij morgen de dodenlijst voor de volgende week. Dat is de oplossing. Hun angst moet de grote massa in beweging brengen. Pleeg maar chantage op uw man zoals ik op u gedaan heb. Chantage is altijd ergens goed voor. Morgen heb ik een bijzonder interessant gesprek. Daarna kom ik de lijst bij u ophalen. En in uw eigen belang zorgt u dat u hem heeft. Goedenacht. Wie daar? Wie ziet het even? Koesmarat. Wie is het, Duplé? Fouché, hij is ongewapend. Binnen laten? Ja. Ga binnen. Koesmarat, liggen. Bonjour, Maximilien. Mag ik verder komen? Ik kwam even langs om... Koesmarat. Ik raad u aan te blijven waar u bent. De hond reageert op slecht volk. Wat wenst u? Er heerst blijkbaar een misverstand. Misverstand? Welk misverstand? Wist ik het maar. Apropos, u heeft een goede bewaker aan uw voordeur. Tussen ons zijn geen misverstanden, Fouché. Enkel duisternis. Prachtig gezegd. Dat herinnert aan uw gezwollen taal in Nantes bij Moutarde in 1792, weet u nog? Wanneer bent u in Parijs gearriveerd? Afgelopen nacht. Wat is het doel van uw bezoek? Beste Maximilien. Voor u ben ik burger Robespierre. Onze vriendschap uit het verleden kan uw leven niet redden. Oh la la. In Parijs hebben zich dus toch gevaarlijke veranderingen voorgedaan tijdens mijn afwezigheid. Ik was bij Barra. Hij heeft u niet ingelicht? Nee, maar het viel mij op dat hij doodsbang was. Net als u trouwens. Er heerst een lugubere sfeer in Parijs. Barra wilde dat ik zo spoedig mogelijk zijn huis verliet. U heeft een gewapende worstelaar voor de deur en een grote hond in uw kamer. En ik word nergens bepaald vriendelijk ontvangen. Waarom heeft u Lyon verlaten? U lijkt Fouquier Tinville wel. Is dit een verhoor? Ja. U moet zich verantwoorden over uw gedrag in Lyon. Ik ga morgen naar de nationale vergadering. Tot zo lang moet u wachten. U zult geen enkele steun vinden in de vergadering. Dan heeft Barat dus toch gelijk gehad. Er zou dictatuur heersen en alle grote voormannen der revolutie zouden reeds vermoord zijn. Hij heeft zich kunnen redden door afzijdig te blijven. Barat is zeer verstandig. Ja, bij uitzondering. Maar de man die naar de alleenheerschappij gegrepen heeft, is een dwaas. In welk opzicht? Dat is toch duidelijk. Hij denkt met moord de revolutie te redden, maar vergeet dat hij tegenkrachten oproept. Er zijn geen tegenkrachten meer. Oh, jawel. Geweld roept tegenkrachten op. Dat heeft u altijd zelf verkondigd. Als u dus nu het tegendeel beweert, is het voor mij duidelijk wie de dwaas is die zijn eigen revolutie vermoordt. En u? U, de mitrailleur de Lyon. U durft spreken van moord. Is die bijnaam door u uitgevonden? Ik heb een opdracht uitgevoerd. Uit puur eigenbelang. En uit zelfverdediging. Maar u vermoordt een ideaal. Barat heeft u dus volledig ingelicht. Dan bewonder ik uw moed. In ieder geval ben ik niet zo laf als u om uit puur eigenbelang uw haat te bevredigen onder het mom de revolutie te dienen. Om u van deze dwaasheid te weerhouden, ben ik hier. Dat is het misverstand waarop ik bij mijn binnenkomst doelde. Kom tot bezinning, Maximilien. U vertrapt uw eigen idealen. U maakt de verdrukte massa waarvoor u zegt te strijden tot slachtoffer van uw machtswellust. En u vreest ook slachtoffer te worden. Ik ben niet de opportunist waarvoor u mij altijd heeft uitgekreten. Ik had immers in Lyon kunnen blijven of kunnen vluchten. Maar ik ben hier gekomen bij u om u voor een vreselijke vergissing te behoeden. Uw priesterkleed is doortrokken van het bloed van uw slachtoffers in Lyon. Alles wat u doet en zegt is leugen. Leugen en bedrog. Zou ik me door zo iemand laten raden? Nutteloze aantijgingen. Uw advocatentoga is evenmin brandschoon. Maar, Maximilien, een moord uit idealisme is erger dan een misdaad. Dat is een onvergeeflijke fout. Er was een tijd, Fouché, dat ik in u een man zag
van grote geestelijke waarde. Een man die naast mij kon staan in de strijd voor een verheven ideaal. Ik heb mij vergist. Maar ik zal mijn vergissing herstellen. Wat heeft dit allemaal voor zin? U bestrijdt de kerkelijke dogma's en bent verstrikt in het dogma van uw eigen gelijk. U heeft de brandstapel van de kerkelijke inquisitie vervangen door uw guillotine. Uw reinheidscultus van vrijheid, gelijkheid en broederschap is een surrogaat voor de godsdienst. En ik zou waarlijk niet weten welke de slechtste is. Er is niets veranderd. Uw revolutie is een verloren zaak en daar bent u de oorzaak van. Uw grote woorden zijn enkel bedoeld om uw eigen hoofd te redden. Iedereen maakt vergissingen, Maximilian. Mijn vergissing is geweest dat ik niet heb kunnen voorkomen dat u zich als een mol in het duister heeft ingegraven in het lichaam der revolutie. Ten eigen bate. U bent verbitterd omdat ik mijn eigen weg ben gegaan. Dat is waanzin. En daar zult u voor boeten. Ik veracht de man die zijn God en zijn ziel verkoopt. Ik zal uw rechter niet zijn, Fouché. Maar als u verantwoording af zult leggen voor het hele Franse volk, zal ik naast u staan als uw aanklager. Wanneer zal dat zijn? Nog 3 dagen heeft u, waarin u zult zweten en in angst zult leven, met mijn politie op uw hielen. En verlaat nu mijn kamer, opdat ik frisse lucht kan inademen. Zeker heb ik een kamer voor u, burger. Wilt u nu de sleutel? Ja. Merci. Is burger Périgourde op zijn kamer? Hij komt juist de trap af, burger. Bonjour, burger Fouché. Wat voor nieuws heeft u? Slecht nieuws. Waar heeft u mijn vrouw kunnen onderbrengen? En Pas Bourguignon, nummer 2. Een onopvallende steeg. Een oud huis, maar met een grote kamer en behoorlijk gemeubileerd. Maar burger, uw dochtertje is ernstig ziek. Dat gaat al over. Ze heeft last van de lange reis. Dank voor al uw moeite. Ik heb hier een kamer besproken, maar zal er nooit zijn. Laat u mij inschrijven in het register en blijf hier voor eventuele contacten. Maar wat is er gebeurd, burger? Ik weet van niets. Leest u maar. De officiële lijst van het comité voor openbaar welzijn van deze week? Mijn God, u staat er ook op. Niet te luid. Ik was bij Robespierre en heb nog 3 dagen tijd. Maak een aantal afschriften van deze lijst. Ik ga nu naar Barat. Kom ze daarna bij u ophalen. Wees voorzichtig, burger. Reken daar maar op.